Blue van Rainbow Friends fanbijeenkomst. Hé, ik ben hier. Hebben ze een nieuw idool gevonden? Het is Avatar. Zij is ook blauw, maar nu populairder. Schiet op en neem de beste plaats in. Ho, laten we de waardering controleren. Alles is in orde. En wat als we het updaten? De Avatar nam Blue's kroon. Wees niet boos. Oh, een magische schoonheidskist. Het lijkt erop dat ze weet hoe ze haar populariteit terug kan krijgen. Makeover van Rainbow Friends naar Avatar. Ik zou nummer 1 moeten zijn. Weet je zeker dat je je imago volledig wilt veranderen? Zoals ze zeggen, oog omhoog. Goed dat ze een volle doos heeft. Wow, zelfs een feestoog. Maar het is te vroeg om te vieren. Er is iets mis. Het lijkt erop dat de ogen een andere huid nodig hebben. Zoveel opties. Fanny mee? Nee, dat past niet bij haar. Blauwe ogen. Ze is van een ander kanaal. Oh, zo schattig. Maar nee. Volgende. De ogen van Green wens je niemand toe. Maar deze ogen zijn perfect. Deze ongewone kleur past echt bij haar. Welke ogen vond jij het mooist? Schrijf het in de comments. Blue is een stap dichter bij de comeback van haar fans. Oh, je kunt je huidskleur thuis veranderen. Ultraviolet baden. Oké, veiligheid is een prioriteit. En zeker met nieuwe ogen. Ho, het zal het resultaat niet beïnvloeden. Toch? Waarom moet Orange zo lachen? Oh, wacht. Is dit Avatar of Huggy Wuggy? Eigenlijk lijkt ze meer op een smurf. Maak je geen zorgen. Een goede make-up heeft veel monsters gered. Hé, Blue rockt echt. Met dit make-up talent zal ze iedereen de hersens poederen. Oscar voor de beste make-up gaat naar... Blue! Nog een paar details om de look af te maken. Laten we beginnen met de wenkbrauwen. Blue heeft geen tijd om te wachten tot ze groeien. Een speciaal product voor haargroei zal helpen. Ze wil haar wenkbrauwen nu. Blue is erg ongeduldig. Weet je zeker dat het niet te veel is? Net genoeg om in Huggy Wuggy te veranderen. Blue is geschokt. Heb je Huggy's plaats in de beoordeling gezien? Ze moet het nu oplossen. Blue heeft een wassmelter nodig. Nu hoor je thuis in een museum van wassen beelden. Blue geeft niet op. Er is genoeg voor een heel tapijt. Of twee. Maar haar wenkbrauwen zijn nooit gegroeid. Misschien moet ze een schabloon gebruiken. Een goed idee komt niet altijd meteen. Maar beter laat dan nooit. Het is gelukt. Om een Hollywoodster te worden, moet je beginnen met een glimlach. Ze kan de tandenbleek gel proberen. Het belangrijkste is om niet te overdrijven. Zoals ze eerder deed. De lamp is aan. 15 minuten en ze heeft een sneeuwwitte glimlach. Het belangrijkste is om niet in slaap te vallen. Te laat. Een sluwe jageres ziet haar prooi. Het lijkt erop dat ze niet zo sluw is. Heeft ze iemand geraakt? Blue uit het verleden achtervolgt haar nog steeds in haar dromen. Misschien kun je niet van jezelf weglopen. Green ging zitten om wat pittige vleugeltjes te eten. Ho, de afstandsbediening. Dus er is ergens een tv. Oprah zeemeerminnen zijn op de show van vandaag. Wat is die barst? Hopelijk niet de tanden. Zo verblindend. Het is zo helder. Zelfs Green begon het te zien. Ik kan mijn ogen niet geloven. Oh, rode peper van de vleugels maken hem weer blind. Sorry, maatje. Ik denk dat Blue overdreef. Maar een beetje cola lost alles op. Geweldig, maar hoe zit het met het haar? Het is zo onbehandelbaar. Het lijkt alsof er iets vast zit. Een munt. Wat? Een boek? Haar haar is een complete puinhoop. En Green is hier? Ging hij niet net weg? Een gigantische lolly. Zo zwaar. Ze heeft iets serieuzers nodig. Een magische shampoo. Laten we het proberen. Dit blikje heeft een raar geluid.
Wow, niemand had dit verwacht. Het werkte. Huh? Blue, je bent nu een echte avatar. Een paar vlechten zou ook leuk zijn. Met dit apparaat wordt het makkelijk. Snel en efficiënt. Wow, ze ziet er helemaal anders uit. Blauwe gezichten, een serieuze keuze. Nu is ze bijna de avatar en kan ze transport kiezen dat ze wil. Maar er zijn zoveel opties. Welke past het beste bij haar? Welk dier denk je dat ik moet nemen? Schrijf het in de comments. Blue is blij met haar makeover. Het is tijd om het origineel te controleren. Ze moet iets met haar oren doen. Een paar elfenoren zou geweldig zijn. Hier zijn ze. Laten we ze passen. Perfect. Maar ze moet de kleur veranderen. Laten we een spuitbus verf gebruiken. Hé, niet spioneren. Dat is geweldig. En niet alleen haar oren, maar ook haar gehoor is nu scherp. Wat is dat voor geluid? Oh ja, de volle maan komt eraan. Wacht, wat is dit? Is Blue's fan haar poster aan het afscheuren? Zo is het genoeg. Geen afleiding meer. Vanaf nu luistert ze alleen nog maar naar haar oorbellen. Wow, het heeft geholpen. Hebben de Pandora-mensen zulke nagels? Absoluut niet. Je moet je nagels nu knippen. Waarom moest het voorhoofd gaan jeuken? Wees voorzichtig. Blue, je kunt je make-up zo verpesten. Wat is ze van plan? Technische problemen. Blue, de kinderen kijken. En je nagels zijn als een koud wapen. Je kunt het niet doen met een nagelvuil. Oh, hier is nog een verrassing uit de beautybox. Nagellak en nail art printer. Wat een prachtig glanzend effect. Nou, het is tijd om de beauty gadget te starten. Er is nooit genoeg sprankeling. Laten we dit in actie proberen. Eén klik en je bent klaar. Wow, zo glanzend. Pandora-mensen konden er niet eens van dromen. Deze nagels zijn perfect. En ze zijn piekfijn als oogkleppen. Blue is klaar om haar populariteit terug te krijgen. Danst de avatar zoals Wednesday? Het gaat viral. Dans, dans, dans met mijn handen, handen, handen. En het resultaat liet niet lang op zich wachten. Zoveel likes. Je ziet er perfect uit. Maar in deze outfit kunnen mensen je herkennen. Ik moet het terugbrengen naar mama. Deze is helemaal niet van mij. Ja, ze zal hard moeten werken aan de outfit. Het lijkt erop dat Blue een idee heeft. Een gordijn? Ben je een Griekse filosoof? Maar weet je, dit is precies wat ze nodig heeft. De finishing touch. Pandora-accessoires. Blue, waar heb je dit allemaal vandaan? Wow, je zou mee kunnen doen aan een Miss Avatar-wedstrijd. Oké, Blue, ik bedoel Nightiri, het is jouw tijd om te schitteren. Wacht, gaan ze weer voorbij? Lijkt erop dat je nieuwe imago al uit de mode is. Wat een vreselijke droom. Het is oké, Blue. Je bent nog steeds hetzelfde goede oude monster. Je kunt je normale leven leiden. Heb je het ook gezien? Oh nee, het lijkt erop dat het geen droom was. Laten we vliegen in de virtuele Rainbow Friends realiteit. Riley en Liam zijn al op de locatie. Het is hier zo helder. Er zijn drie monsters om te verstaan in het spel. Voedsel, blokken en lont te vinden. Schijnt duidelijk te zijn. Het is tijd voor de spelers om hun outfits te kiezen. Riley, welke look vind jij mooi? Wednesday? Mommy Longlegs of een stoere meid? Cool tenue. Precies wat je nodig hebt om de monsters te verslaan. Wat zal Liam kiezen? Gekke blik? Ja.
Het is gewoon belachelijk. Wat? Wat dacht je van een coole rapper outfit? Little Dimmy weet zeker dat hij aan de top van de wereld staat. En Liam denkt van niet. Wauw, dit is de beste gamer look. Oké, dat is genoeg. Tijd om te beginnen. De spelers moeten 4 letterblokken verzamelen. Dat klopt, het is beter om uit elkaar te gaan. Oeh, wat is dat voor geluid? Oké, laat je niet afleiden. Maar serieus, wat is dit voor gerommel? Wauw, +1 voor de collectie. Rainbow Friends wil ook zien wat ze hebben gevonden. Het blauwe verschrikkelijke monster kan ook spelen. Wat een verrassing. De gamers zijn niet bang. Het zijn fans van blauw. Wat dacht je van een fotoshoot? Goed idee. Oeps, het lijkt erop dat het blauwe monster niet wil poseren. Het beste wat je nu kunt doen is je verstoppen voor een boze blauw. Gevaarlijk verstoppertjespel is begonnen. Wat moeten ze doen? Riley en Liam moeten nog een blok krijgen. Hier is het. Maar hoe het monster af te leiden? Vermom genieën in actie. Het lijkt erop dat blauw om zijn vinger wordt gewikkeld. Hé, wees voorzichtig. Het blok is in handen van Riley. Ze moet gewoon langs het monster sluipen. Aha. Wat? Is er niemand? Een ongelofelijke verdwijntruc ging geweldig. Stoer! De jongens hebben alle blokken. Een 100% succes. Werkt het? Supergoed! Maar er zijn meer uitdagingen in het verschiet. Hé jongens, pas op! Laten we naar de volgende locatie gaan. Volgende taak. Wauw, het is zo lekker. Spelers moeten 5 zakken voedsel verzamelen. Nee, het is niet wat ze nodig hebben. Lijkt op een soort vuilnisbelt. Lege dozen, zakken en geen kruimeltje van iets dat je kunt eten. Misschien hier? Nee, keer op keer. Wacht even, en waar leidt dit spoor van snoepverpakkingen naartoe? Wauw, Groen at al het snoep op en werd erg moe. Het mysterie is opgelost. Oh, Groen is wakker. Knoei niet met deze zoete kou van een krijger. Jongens, verstop je. Sneller. Oh, hij is er al. Een blinde monstervraat treedt in de voetsporen van Riley en Liam. Zal het hem lukken te ontsnappen? Het lijkt erop dat ze een uitweg hebben gevonden. Oeps, verkeerde richting. Groen heeft zichtproblemen, maar geen enkel probleem met zijn neus. Hij ruikt een paar vreemden in de kamer. Wat moeten ze doen? Wat een slimme vent. Liam bedacht hoe hij de stalker kon misleiden. Een stinkende sok helpt. Eeuw, goor. Hé, waar is Groen? Hij besloot dat een monstervriend hem zou helpen een stinkend probleem op te lossen. Denk je dat ze de rivalen zullen vinden? Nu helpt Blauw Groen de juiste richting te vinden en gaan ze weer op zoek naar de spelers. Jongens, jullie hebben een slim plan nodig. Hoe sneller, hoe beter. Ik kan er niet meer tegen. We moeten nadenken. Wat? Dat is een geweldig idee. Riley, waarom kon je dat levensreddende ding niet eerder in je zak vinden? Dit is briljant. Nu gaat Groen geloven dat hij degene heeft gevangen waar hij al zo lang naar op zoek was. En arme Rainbow zal er spijt van krijgen dat hij dit avontuur wilde. Oké, je hebt het geweldig gedaan. De monsters vernietigen elkaar. Wat kan beter zijn? Wauw. En hier zijn de voedselzakken die Riley en Liam zo hard probeerden te vinden. Je ziet dat ongelukken geen toeval zijn. Oh, en ondertussen rekende Groen af met Blauw. Hij heeft nooit begrepen dat het geen goed idee is om de geur te gebruiken om zijn vijand te zoeken. Laten we naar de volgende locatie vliegen. De gamers hebben nog een moeilijke taak. Ze moeten een set van 3 zekeringen krijgen. Wauw, Riley heeft het eerste item gevonden. +1.
Liam, nu is het jouw beurt om te pronken met je detective talent. Wat is deze rare plek? Het ziet er bekend uit. What? Terwijl Liam het zich probeert te herinneren, verspeelt Riley geen tijd. Wauw, wat doet meneer Franklin hier? Het is oranje. De monstereter. Je kunt je niet voor hem verbergen. Zit hij echt in de doos? Nee, het is gewoon een pluizig schatje. Het is goed dat er geen gevaar meer is. Riley slaagt erin om nog een lom te bemachtigen. Nog even en de klus is geklaard. En hier is het derde element van de set. Ze moeten het gewoon uit de knokkige handen van deze man houden. Oh, zo luidruchtig. Onaantastbare Oranje haast zich alsof hij gek is. Wat heeft hij nodig? Om de jongens bang te maken en te vernietigen. Oh, en hoe kwamen ze in deze sinaasappelval? Misschien moeten ze proberen zich in het doolhof te verstoppen? Het is geen slecht idee, maar ze kunnen beter uit elkaar gaan. Hij zal zichzelf niet in tweeën scheuren, toch? Deze doolhofwezens zijn zo cool. Op wie zit jij in? Wauw, Oranje scheurde zichzelf eigenlijk doormidden. Maar het hielp niet. We gaan door met hardlopen. Hoe meer deelnemers, hoe interessanter het is om te spelen. Liam, rennen! Oh nee, lukt het hem echt niet om uit Oranje te ontsnappen? Nou, als Oranje hem opeet, dan is hij tenminste gekruid. En terwijl het monster zich klaarmaakt voor de maaltijd, kreeg Riley het laatste lontje. Bingo! En ze redden ook Liam en liet hem niet iemand nee worden. Dat is wat echte vriendschap betekent. Nou jongens, jullie verdienen deze overwinningsspelden. Succes met je volgende taak. Wauw, de finale komt eraan. Ze moeten alles wat ze hebben verzameld in de Rainbow Terminal laden. Het lijkt erop dat het proces is begonnen. Maar waarom gaat het zo traag? Hoi, hoi! De gamers hebben absoluut geen tijd om te wachten. Kom op, werk! Oh nee, de monsters gaan ze uit elkaar scheuren. Dus al hun inspanningen waren voor niets? Dit geluid verkilt het bloed in de aderen. Wauw! Dit is het geval wanneer de verwarring in het team het geheel vertraagde. Wie eet Riley en Liam? Ze zullen dit geschil niet met hun vuisten oplossen. Stoer, spel is over. Je hebt het overleefd. Little Dimmy is nog nooit zo gelukkig geweest. En alle andere spelers ook. Tijd om terug te gaan naar de echte wereld. Het was een spannend avontuur. Little Dimmy vindt het geweldig. En de jongens ook. Natuurlijk doen ze dat. Zoveel emoties. Wauw, de agent van het Guinness Book of Records is er. Misschien wil ze de jongens feliciteren met hun overwinning? Ik ben het, niet zij. Ik ben het allemaal. Nee, Little. Je zult niet met de eer strijken voor het werk van anderen. Het waren Liam en Riley die de hele Rainbow Friends hebben doorgenomen. En deze winnaarscertificaten echt verdienden. Oh, kom op. Tranen zullen de pijn niet wegwassen. Eigenlijk kun je beter zo snel mogelijk afwassen.